Hallo. Hoe werkt Android Auto op de nieuwe Nissan Qashqai? Mijn naam is Arne Abe van Steza en wij helpen u op weg met Nissan. Kijkt u met me mee? Om Android Auto in de nieuwe Nissan Qashqai te kunnen gebruiken, hebben we natuurlijk nodig een Android telefoon en het kabeltje. Het kabeltje gaat hier in het middelste vakje in de USB-aansluiting. Zo. En daarna, dan prikken we dit kabeltje hier onderin, mijn telefoon. Het uh, begint te laden. Hij geeft hier een melding. Uh, hij geeft een melding op het navigatiesysteem. Wilt u uh, verbinding maken? Ja, natuurlijk. Ik wil het ook niet nog een keer vragen. Gebruik van. Zo. En dan doen we hier volgende. En een ogenblik geduld. En nu is. ...Android Auto al gekoppeld. Die kunnen we even wegleggen. We gaan hier naar het... ...beeldscherm met Android Auto. Hij opent... ...mijn muziekje. Die zetten we even zachtjes. Uh, hij opent het... Uh, ...laatst gebruikte navigatie. In dit geval was dat Waze. Uh, we kunnen natuurlijk ook gebruik maken van... Uh, ...de Google kaarten. Uh, er zijn nog veel meer apps uh, mogelijk die... Uh, ...kunnen navigeren. Ik heb Storytel... Ik kan ermee bellen, ik kan mijn afspeellijst via Spotify beluisteren. Eh, we kunnen zelfs hier, als we hier aan draaien, kunnen we bijvoorbeeld naar het weerbericht luisteren. Op dit moment is het 21 graden en bewolkt in Zwolle. Vandaag valt er plaatselijk een bui met een maximum van 22 graden en een minimum van 14. Nou, het is maar even handig dat we het weten. Uh, dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. WhatsApp kan ik uitlezen. Ja, uh, dit is gewoon wel makkelijk eigenlijk. In deze instructievideo hebben we laten zien hoe u uw Android auto kunt koppelen aan onze nieuwe Nissan Qashqai. En Vond u dit nou een handige video, geef ons dan een duimpje. En wilt u nog veel meer video's bekijken over bijvoorbeeld de nieuwe Nissan Qashqai, wordt dan abonnee van ons YouTube kanaal.